drukke weg hier. Ik zag net hier op de Graafseweg aan de overkant. Het pand trok mij heel erg. Een mooie grote gekleurd logo hier aan de buitenkant. Miller Media en Concepts. Nou, er staat folders, nieuwsbrieven, drukwerk, brochures, branding, styling. Millermedia.nl. Nou ja, goed, omdat ik dan toch via de Graafse Weg lekker ben komen wandelen, lijkt het me wel leuk om hier naartoe te gaan. Want ik kan me herinneren dat hier iets met keukens of met vloerbedekking in zat. Dus laten we eens even gaan kijken. En ik ga toch even alleen eerst naar binnen om te vragen of dat ik even iemand kan spreken over Miller Media. Misschien hebben ze wel raakvlakken met TV73, wie weet. We gaan naar binnen naar Miller Media en dit is de Graafseweg 358 in ‘s-Hertogenbosch. Het is tegen Hintamaan. Arnoud Happé van Miller Media en Concepts. Nou, ik kwam hier dwalen en langslopen en toen dacht ik van een ander bedrijf erin. Vrolijke uitnodiging qua kleuren in het nieuwe logo. Vertel eens, wat doen jullie hier? Ja, we zijn hier gevestigd sinds 1 januari 2016 jongsleden. Voorheen zaten we in Nijmegen. Ik woon zelf vlakbij en ik zag dit pand te huur staan waar voorheen keukens zaten en daarvoor weer tapijten enzovoort. En ik dacht, nou, dat is qua exposure wellicht iets beter voor Miller Media en Concepts. Je zat in Nijmegen, zeg je? Ja, we zaten in Nijmegen in de binnenstad aan de Nassau-Singel. In de eerste burgemeesterwoning van Nijmegen. Dus het was wel een bijzonder plekje. Maar qua exposure was dat stukken minder dan waar we nu zitten. Ik heb op de puien gezien, hij verraadt al een aantal dingen die ik normaal in vraagstelling zou hebben gedaan. Ja, branding, styling, drukwerk. Maar even beknopt, wat doen jullie nu precies? Hoe omvat je dat? Ja, het beste is het omvatten dat we op Miller Media en Concept de beste redactionele en visuele content maakt. Zowel voor de retail, wholesale en de zakelijke markt. En dat doen we zowel met hardcopy als digitaal. Dus dat betekent eigenlijk dat je voor een willekeurig ondernemer een reclamefolder kan maken. De complete nieuwe logo's, de uitstraling, het aanpassen van de website conform 2016. Want alles is zo 2015. Dat klopt, alles is zo 2015. En als mensen of klanten bij ons komen, proberen we ze te helpen. We hebben zelf uit het verleden allemaal heel veel retail en wholesale ervaring. En van daaruit helpen we de ondernemer om toch een beter rendement voor zo'n merk of merken te behalen. Dat betekent eigenlijk, zoals je dat nu zegt, is qua uitstraling naar buiten toe, is stilstaan, achteruit gaan. Ja, klopt. Vroeger gebeurde in retail één keer in een jaar wat. Nu wordt er elke dag wel geschreven dat er wat gebeurt. We weten de verhalen allemaal in retail de afgelopen weken. De ondernemer kan niet meer stilzitten, er moet wat gebeuren. En dat kan niet alleen digitaal, maar moet ook gedaan worden met hardcopy. Die combinatie, echt de omnichannel, ook voor de retailer. Ja, je moet de consument blijven verrassen. Wat is een omnichannel? Omnichannel, zowel de hardcopy als de digitale uitingen samen tot één maken. Tot één content maken, waardoor de retailer of de wholesaler of de zakelijke markt het beste rendement kan behalen. Ah, nou, daarnaast zie ik aan de achtergrond een flinke boekenkast. Dat betekent ook dat je iets met boeken doet, hardcover, zachtcover? Ja, boeken in alle vormen en maten hoor. Zowel hardcover als softcover, zoals we dat noemen. Maar je doet de creatieve kant, hè? Het opzetten van de tekst en de plaatjes, het ontwikkelen, het ontwerpen, het drukken. Maar het uitgeven daarvan, dat doe je niet. Kan ook. We zijn wel een full conceptbedrijf. Dus het concept kunnen we maken, de coördinatie, de tekstredactie, de styling, opmaken, vormgeving, ook het drukwerk. En wil de opdrachtgever dat het uitgegeven wordt, dan zijn we daar ook een partner in. De creatieve kant, want je bent ook altijd aan het denken naar leuke dingen. Hè? Vaak denk je dan out of the box, zoals het noemt. Ja. Wat is de jongste creatie die je daarin hebt bedacht? Nou, de jongste creatie is bedacht waar eigenlijk nu de medewerkers mee bezig zijn. Dat is voor een opdrachtgever in Servise. Die haalt hij uit Japan. En daar moeten we veel mee meedenken, maar zeker ook de creatieve kant. En we gaan dan groepsgewijs even met z'n allen nadenken. Dat is een soort proces, een creatief proces. Op een gegeven moment komt daar iets uit en presenteren we aan de opdrachtgever. En die is enthousiast of niet. En betekent dat dan ook het ontwerpen van de hardware? Zou maar zeggen van het schaaltje, van het sushi-bordje? Ja, dat doen we ook. Het is product- en conceptontwikkeling. Buiten de hardcopy en digitale uitingen die we kunnen
waar we een concept maken, maar ook de productontwikkeling. Dus de klant wil een mok met een speciaal design, kunnen we dat ook ontwerpen. Ja, je hebt het mooi boven de deur staan, een creatief concept begint hier. Maar hoe begint nou echt een creatief concept? Nou, een creatief concept begint vaak even om de klant te leren kennen. En zoals wij zeggen, we kruipen even in het DNA van de opdrachtgever. Wat wil je nou eigenlijk? Wat vertelt je ons eigenlijk? En van daaruit start de creativiteit. Zeggen dat het luisteren is daarbij een heel belangrijk element. De beste manier van communiceren is luisteren. Nou, hier staan we. Vertel eens, wat ik zie Xenos staan. Ja, dit is eigenlijk een mooie overzicht van alle hardcopy die wij gemaakt hebben. Je noemt Xenos. Xenos kennen we allemaal wel, de formule. Die kwam afgelopen september uit met een soort woonmagazine. Nee, ze hebben hun wekelijkse of maandelijkse folder, maar ze wilden een keer wat anders. En mede hierdoor, dit hebben we helemaal full concept gedaan voor ze. Dus het drukwerk, de styling, fotografie, het concept enzovoort. En mede hierdoor heeft Xenos wel een rebranding beleefd. Ja, zeg maar. Absoluut zeg. En we hopen natuurlijk dat ook Xenos dit jaar weer opnieuw met dit magazine uitkomt. Nou ja, goed, als je het goed gedaan hebt en er is waardering voor, ook vooral bij de klant. Ja, wat let je? Exact, dus we verwachten ook wel dat ze ermee komen. Ik wil je wel een uitdaging geven, Arnoud. Dat mag altijd. Zullen wij samen eens gewoon gaan uitwerken, kijken hoe ver we komen? Want er is nu een actie bezig met voetbalplaatje bij een bepaalde supermarkt. Waarom gaan we niet gewoon de jeugd van elke voetbalvereniging in de gemeente Zetten-Bos pakken? Zodat we daar een levendige ruilhandel van krijgen. Nou, ik weet niet of het lukt hoor, maar gewoon eens kijken of... Het begint altijd met nadenken. Hè? Zoals we net al verteld hebben, creativiteit begint met nadenken. Maar ik denk wel dat een heel erg leuk idee is. Zowel voor de voetbalclubs als voor de kinderen die gaan sparen. Prachtig sociaal project lijkt me. Super project. Nou, daar gaan we gewoon een keer een aparte afspraak voor maken. Ja, ik kan bijna, zou ik zeggen, uit mijn achterhoofd kijken, Arnoud. Want ik zie daar iets van Essence staan. Dat is dan, zou ik zeggen, dat is niet hardcopy. Dat is een digitale versie, ja. Hè? Dus de online versie van Essence. Ja, Essence is een waardige opdrachtgever van ons. En voor Essence maken we alle nieuwsbrieven B2B en B2C. En een van de medewerkers heeft het onder beheer en die heeft wat nieuwsbrieven uitgeplakt. Om daarmee, want de klant komt hier ook wel eens bezoek natuurlijk. Om even te kijken, ja, wat is, als je het zo ziet. Digitaal is het, zie je het altijd maar op een schermpje. Maar als je het even wat breder uitzet, dan heb je toch wat meer overzicht. En daar zie ik, om het hoekje, kan ook door de muren heen kijken. Heb je een opstelling gemaakt van? Ja, dat is een opstelling van hoe styling kan worden gefotografeerd. Voor veel opdrachtgevers doen we ook het beursconcept ontwikkelen. Heb je een packshot gemaakt hier? Ja, hier kunnen foto's gemaakt worden. Maar vaak gaan we naar een andere locatie hoor, met een van onze partners. Omdat daar het materiaal natuurlijk snel gewisseld kan worden enzovoort. Goed uitgelicht. Goed uitgelicht. En hier gaan we met onze ideeën starten weer. Hè? Dus je kan zo zien daar voor Tokyo Design van een van onze opdrachtgevers. Dit is eigenlijk een onderdeel van wat ik hier zie. Ja. Deze hoek is een onderdeel van de denktank die je met de klant hebt. Exact, ja. En je kan zien hoe de fotografie is geworden. En dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. Ja, prachtig. Dus dat is erg mooi. Arnoud, ik heb geen vragen meer. Ja, nog eentje. Je hebt een mooie zichtlocatie hier. Absoluut. Er komt een man langs, of een mevrouw, of een bus Japanners... die in Nederland iets moois willen gaan opzetten. Kunnen ze gewoon binnenlopen of is deze creative director erg druk? Nee, mijn dames vinden het altijd leuk om te horen, maar ik vind het moeilijk om nee te zeggen. En iedereen mag hier binnenkomen en wat media betreft proberen we iedere klant te helpen. Of het nou een bus Chinees is of de buurvrouw op de hoek die 50 jaar getrouwd is, maakt ons niet uit. De groenteboer die 1000 flyertjes nodig heeft? De groenteboer die 1000 flyers nodig heeft, al heeft hij die 10 nodig, ook die helpen we. Dankjewel. Jij ook bedankt.